Yo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video van Fortnite Battle Royale. En vandaag gaan we weer lekker padje doen. Hopelijk hebben jullie heel veel zin in deze video. Doe zeker de duimpje omhoog en dan gaan we lekker weer van start. Dus laten we even kijken waar we heen gaan. Dus we gaan even solo potje, dus niet veel bijzonders eigenlijk vandaag. Ja, we kunnen, dus die depot, maar daar gaan vast heel veel mensen heen. Ja, daar gaan zeker heel veel mensen heen. We kunnen ook even kijken in de lucht blijven hangen waar we wel heen kunnen gaan in principe. We kunnen daar Anarchy Acres. We gaan laten daar gewoon heen gaan. Anarchy Acres, ik vind het best. Nee, we gaan maar niet naar Loot Lake, want daar gaan altijd heel veel superveel playertjes heen. En dat wil ik niet. We kunnen op zoek gaan naar een Scar. Ja, we gaan laten we maar even op zoek gaan naar een Scar, ja. Dat vind ik een goed idee. Laat het zo zeggen. Bij Anarchy zijn er tot nu toe niet heel veel players. Ik zie zelfs niemand. Het kan zijn dat ze al geland zijn. Oh, ik moet echt even wat zeggen. Oh nee, daar is een player. Oké, ik moet... Oké, ik moet snel weer even wegwezen, zo. Oké, hier ook niks. Oh, damn. Oh, shit. Ik moet echt even aanmaken en wat wapens vinden. Ik heb alleen ammo hier. Maar dat is natuurlijk nog lang niet genoeg. Uiteraard. Holy shit. Ja, als iemand hier al wapens heeft, dan weet je, we gaan hier wel weg. We gaan hier gewoon weg. Zo simpel is het. Oké, ik ben waarschijnlijk al lang al gespot, maar dat maakt niet uit. Ik ren gewoon keihard weg. Ik zie daar al wat. Is het gewoon een pistooltje? Ik kan me makkelijk misschien mee verdedigen, misschien. Ja, precies dus. Is ook niks, natuurlijk. Ik ga gewoon zo lopen. Ik wil gewoon proberen om een Scar te vinden. En koste wat kost, het gaat me proberen. Ik ga het echt proberen om het te zien te vinden. Even kijken. Word ik gevolgd? Tot nu toe niet, maar ik wil echt ver weg van de players zijn op dit moment. Alleen als... Kijken hoor. Ik ga niet door Tomato Town, uiteraard. Ik ga echt niet door Tomato Town. Dat ga ik zeker niet doen. Een gevaarlijk potje zeg. Het is best wel een gevaarlijk potje, ja. Ja, ik... zag ik daar nou wat? Zag ik daar een persoon lopen? Als ik nou zo loop... Oh nee, ik sta echt hier. Ik val echt heel erg op nu. Ik maak echt dat ik wegkom nu, trouwens. We gaan gewoon lekker... Want ik heb altijd het gevoel, ook nu... Dat ze even gewoon... Er duikt een player op en die schiet me voor mijn raap. En ik kan me niet goed verdedigen. En dan ben ik neer. Zo is het altijd. Even kijken, ligt hier misschien een kist? Ja, zeker. Jazeker. Alleen niet hier, blijkbaar. Waar ligt dan die kist wel? Oh, hierboven natuurlijk. Verrek. Maar dat is ook weer niet handig, denk ik. Op zich, het is niet slecht, maar... Op zich... Zag ik daar nou serieus een player? Of niet? Het kan best zijn, hoor, dat hier players zitten. Want het is best wel dichtbij. Ja.
Dit is zeker een gevaarlijk potje. Ik vind het echt gewoon een beetje spannend zelfs. Ja, oké, daar zijn players. Sowieso players geweest, dus. We gaan heel voorzichtig te werk. Ja, tenzij we in en meteen al worden neergehaald. Dat kan ook. Oké. Het beste is als we maar even in een bosje gaan zitten hier. Dan hebben we nogal een redelijk goede kans. Dat we kunnen overleven. Uiteraard. Ik kijk even om me heen. Zijn hier players in de buurt? Ik zie tot nu toe helemaal niks. Alleen, ze zijn hier wel gekomen. En volgens mij zitten ze nog steeds hier ergens. In een van die gebouwen. Sowieso, er zitten nog steeds ergens hier players. Dat is sowieso wel. Ja, oké, ik zag er daar al eentje. Oké, snel terug in de struikjes. Volgens mij heeft hij me niet gezien in elk geval. Dus, weet je wat? We gaan hier toch nog maar even lekker zitten. Dit, jongens, dit kun je echt een beetje gevaarlijk. Dit noem je echt een gevaarlijk potje, weet je? Haha. En ik heb een oude van Kodolfke ontvangen. Dat ga ik zo, dat zal ik zo wel even. Ja, die zal ik zo wel even accepteren. Maar eerst, ja, ga ik eventjes. Ik ga gewoon nu op af. Ik ga gewoon nu op af. Ik ga het huis in. Er zit de player, fuck af. Ik ga hem toch lekker mors leren. Ja, ik word geschoten. Alleen vanaf waar? Vanaf waar? Wat is schoten? Ik hoorde duidelijk richting mij schoten. Ik denk vanaf het huis. Sowieso. Oké, volgens mij zit die player sowieso in het huis. Dat kan niet anders. Ja. Hij moet wel hier zitten. Eens kijken, hij komt. Staat hij daar soms? Oké. Blijkbaar is daar ook heel veel geloot. Ja. Laat maar, we gaan er gewoon al voor. Eens kijken waar hij is. Als ik nu al geheadshot word. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Zijn teammaatje komt hem waarschijnlijk zo meteen nog helpen. Waarschijnlijk. I know. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Oké. Oké, snel medkitje. Oké, ik heb echt te weinig tijd om alles mee te nemen uiteraard nu, dus. Oké. Ja, ik moet toch iets, hè? Ja, weet je, ik ga gewoon vandoor nu. Ik heb een medkit. Ik vind het helemaal goed. Ik ga gewoon lekker vandoor. Ik vind het prima. Oké, hier is ook iemand neergeschoten, zo te zien. Wat voor wapen heeft deze guy? Ik zie. Nee, laat maar zitten. Een groene assault-rifle, misschien heeft hij meer kogels. Ja, lekker. Oké, meer kogels, ja. Oké, misschien kunnen we vanaf de top van de berg neerhalen.
Dat zou fucking vet zijn. Oh, hij blijft me achtervolgen ook al. Waarom gaat hij dan niet naar de cirkel? Ik snap het niet. Waarom gaat die guy niet naar de cirkel eigenlijk? Gelukkig heb ik een sniper. Dus weet je wat? Ik ga gewoon lopen. Ja, ik ga gewoon lopen. Fuck it. Oh nee, dit red ik sowieso. Oh, ik ben weer dom hoor. Ik ben weer dom geweest. Ik ben weer hartstikke dom geweest. Die cirkel haalt me sowieso meteen weer in. 3, 2, 1. Oh damn, nee, dit ga je niet menen. Lekker, oké. En nu gaan we rollen. Nu gaan we echt even rollen. Ja, we hebben nog bandages, dus het kan nog goed komen, maar. Ja, weet je, je weet het nooit en je weet het nooit. Je weet het nooit hoe dit uitkomt. We hebben 15 bandages. Ik denk oprecht als we dit een beetje. Op zich denk ik dat het zou moeten kunnen. Zo. Dan gaan we onmiddellijk weer naar. Ik moet zeggen, we houden het wel redelijk goed vol. Op deze manier. Dat gaat toch gewoon redelijk prima. Als we zo meteen. Even snel, 75%. Dat gaat toch prima? Ik denk als we zo'n beetje bij 20% zijn. Laten we dan gewoon maar weer even. Oh, ik weet 80% zeker dat dit wel gaat lukken. Ik weet 80%. Ik weet het 80% zeker. Oké, ik ga nu wel even bandages omdoen. 2, 1. Hoppakee. 1. Hoppakee. Deze nog eventjes. Oké. Deze nog even. Zo, laten we nog even verder gaan. Ik heb er nog 9. Dus. Oké, we zijn bijna uit de cirkel. Oké, het moet goed komen. 1. Oké, ik ga het helemaal opvullen nu. Ik ga het vanaf nu gewoon helemaal opvullen nu. Tot ik niet meer kan eigenlijk. Dus ja, dat ga ik gewoon maar even doen. Oh, jee, mag jongens. Dit gaat wel redelijk. Oh, waarschijnlijk. Oh nee. Dat ga je niet menen toch? Die cirkel gaat zo meteen weer verder. Oh. Gedoe. Dit is gewoon echt letterlijk gedoe in de storm, jongens. Dit is gewoon echt niet normaal. Hoezo gaat mijn health ook ineens heel snel op? Kunnen we dit nog redden, jongens? Kunnen we dit nog redden? Ik hoop het. 27, 25, 3. Hoezo gaat het ineens zo snel eigenlijk? 19, 17. Oké. Oh. Ik moet nog één keer mijn bandage even opvullen, jongens. Ja, dat gaat. Oh, gelukkig. Oké. Nou, ik ben blij. Oeh, jongens. Oh, dat was nog even een loopje. Jongens, dat was nog eens even een loopje. Oh, haha. Oeh. Oh. Dit is echt gewoon wat hoor, jongens. Niet normaal, oké. We hebben het gewoon gehaald, jongens. Ongelooflijk. Ja, er zijn nog 15 players over. Hey, kijk eens, ik heb hier wat gevonden. Esther bandages, oké, dat is goed. Misschien vind je zelfs een mooie scar. Oké, wat we nu even doen. Ik ga snel de shield potion opdrinken. Zijn de players nu. Oké.
Mace, dat is dus niet handig om te gaan schieten, want ja, je weet het, hè? Players altijd in de buurt, horen het. Deze nog even in. Ja, oké. Nee, ah, jammer. Oké. Toxic. Dat is weer diezelfde guy volgens mij. Ah. Oh man. Oh, nee, ik was dus bezig met het fort te bouwen, maar. We zijn in de top 20 gekomen. Dat is niet heel slecht op zich. Maar ja, weet je. Het is gewoon. We hebben de storm doorgekomen. Dat is goed. We hebben één kill gemaakt. Ik vind het helemaal mooi. Voor mij, hè. Ja, normaal gesproken. Ja. Het kan erger, dus. Ik vind het nu wel goed. Hopelijk vind je het een leuke video. Duimpje omhoog. En hopen we allemaal dat we de volgende keer eerste worden. Dus doei doei.